ben Harry van Piekaerts. Ik kom hier sinds 82. Nou, ik kwam hier omdat we allemaal motor reden. En de jongens die motorminded waren, waren hier. Nou, de penningmeester van hier, toen nog motorclub, is eigenlijk café begonnen. En dan het bestuur daarna was niet zo daadkrachtig. En in de begin jaren 90 was het hier een chaos. De keerpunt van MCC, MFC, dat kwam echt wel toen Gerard Lutmer de penningmeesterschap overgaf aan Margo Arends. Nou, Margo Arends was ook de drummer van Altaar. Hij had ook een tijdje bassist geweest bij Godly Throne. En toen is de garage zeg maar omgebouwd als een soort oeverruimte. Wij waren inmiddels als bestuur aangetreden met een heel aantal metal liefhebbers dus. En het was al jarenlang niet meer het geval dat hier motoren kwamen. Ja, ik rijd zelf ook nog motor, maar er waren toch meer metal mensen. En daarnaast hadden we dus inmiddels de oefenruimte in gebruik genomen. Dat hier al een aantal bandjes oefenen. We deden concerten. En dan vonden we de lading niet meer dekken. Toen hebben we dus besloten om de statuten te veranderen van motorclub in een soort popcollectief. En toen hebben we gewoon Metalfront genoemd, want onder die naam organiseren wij tijdens de motorclub jaren ook al concerten. Dus als we wat organiseren, dan was het niet onder de motorclub Koevoorn organiseerd, maar Metalfront Koevoorn organiseerd. Ik denk daarbij ook dat wij een van de eerste metalfronts in Nederland waren. Er zijn inmiddels al een paar meer, maar ik denk dat de oudste metalfront hier in Koevoorn zit. Hi, ik ben Renske Klaas. Ik kom uit Meppel en sinds ongeveer een jaar loop ik hier rond in Koevoorde. En ik denk dat de eerste keer dat ik hier in MFC was, is pak een beetje 3/4 jaar geleden bij een optreden van Skroetboog. Vorige week was ik jarig. En ik had dat een week van tevoren had ik dat verteld van joh, ik ben jarig, ik vind het leuk. Als jullie er ook zijn, het hoeft natuurlijk niet, maar voor degenen die er zijn, het lijkt me fantastisch om gewoon mijn verjaardag hier ook te kunnen vieren. En dat heb ik gedaan. En ik ben hier nog maar 3/4 jaar. En ik kreeg cadeautjes. En ik werd omarmd. En ik word hier gezien. En ik zie anderen ook. Maar vooral het feit dat je wordt gezien, dat er even bij je wordt stilgestaan. En dat we zo met z'n allen toch... Ik was ongelooflijk moe, dus pak een beetje maar 1.5 uur. Maar ik ben hier 1.5 uur ongelooflijk jarig geweest. Ja, de reden dat ik eigenlijk nu nog wel een beetje weer voornamelijk regelmatig terugkom bij MFC is eigenlijk ook gewoon de mensen die hier zijn. Dat zijn ondertussen eigenlijk best gewoon goede vrienden van mij geworden. En ja, ik kan hier gewoon heel veel dingen doen naast gewoon gezellig een biertje drinken of naar muziek luisteren of concert. Meemaken hier. Nou, af en toe wel eens gewoon gezellig een barbecueetje met z'n allen. Of een potje schaken met mensen. Maar ook gewoon hele interessante gesprekken kun je hier voeren. We hebben hier onze eigen speeltuin. Of zandbak gecreëerd waarin we ons spel kunnen spelen. En of dat nou is in een band spelen of bandjes neerzetten hier. Ja, we vinden dat mooi om te doen. Het unieke vind ik hier nog, hier in MSC, is gewoon dat je hier gewoon jezelf kunt zijn. Je hebt je eigen plek. Het is eigenlijk een stukje underground. En het is ook zo, als je hier komt, dan is het hier ook altijd een goed stukje live muziek. Het is niet altijd metal, maar dat hoeft natuurlijk ook niet, want dan wordt het ook een beetje eentonig. Ja, we hebben hier zoveel mooie bands hier al gehad en de enthousiasme van de bands, ja, dat brengen ze ook weer over op ons. Dat is heel grappig, je ziet ze hier aankomen, ze denken van wat is dit voor klein... Fuckhawk in het buitengebied van, weet ik wel, Shitsville Drenthe. En
En dan blijkt dat ze toch na de show wegkomen met... hier is wat moois neergezet en jullie hebben goed geluid hier en jullie zijn super gastvrij en aan niks ontbrak iets. Dan, dan geef je dat ook weer een goed gevoel en een motivatie van ja, we zijn wel lekker bezig hier met elkaar. Ja, goed, de nadruk ligt dan op heavy metal, maar hoe vaak doen we rock and roll of iets anders? Ook wel 1 keer, 2 keer per jaar. Het outside feestje wat wij altijd hebben nu, wat eigenlijk een navolging is geworden van een mislukte nieuwe metalblast, dat we toch een soort tuinfeestje wonen hebben. En daar programmeren we ook vaak wat breder om, om toch ook wat meer mensen uit de omgeving kennis te laten maken met MFC. En dat ze weten dat het toch niet alleen maar metal is wat hier de klok slaat, maar gewoon met name muziek. Het voelt als, als een thuis, als een eigen, alsof dit de enige plek is om die in de afgelopen 30 jaar niet veranderd is. En alles verandert om me heen. En de hele wereld is veranderd. Maar dit is de enige plek, dus zodra ik binnenkom, is er niks veranderd. Deze club en dit hokje, hoe raar het ook klinkt, verbindt heel veel mensen. En is een thuishaven en een steun en toeverlaat misschien. Dat we hier aan elkaar hebben, ook al zit je hier alleen. en dat is iets wat ik nergens heb. Nergens anders. Dat maakt het hier zo bijzonder.